Een van de belangrijkste dingen in het golfspel is het contact. Ik ga je nu een instructie geven over hoe we de bal beter kunnen raken. Een van de meest voorkomende fouten is dat men te vroeg in de grond zit of dat men de bal topt. En dan raak ik de bal aan de snijrand van de club. De club haalt de handen in en de snijrand, de leading edge ook wel genoemd, komt naar voren en raak ik in de bal in plaats van dat ik de bal op het blad raak. Wat heb je hiervoor nodig? Je pakt je telefoon. Deze telefoon plaats je een voet achter de bal. En dan is het de bedoeling dat je de bal raakt zonder de telefoon te raken. Raak je de telefoon alsnog, heb je pech. Wat we dus nu willen is niet voor de bal aan de grond, maar eerst de bal en dan de grond te raken. We gaan ons gewicht verplaatsen, we roteren naar de linkerkant, dan raken we de telefoon niet. We zorgen ervoor dat de handen leiden, dan raken we de telefoon niet. Als de club leidt, zit ik in de telefoon. En we zorgen ervoor dat we de grond gaan raken voorbij de bal. Daar komt het laagste punt. Als het laagste punt voorbij de bal is, heb je altijd goed contact. Doen we als volgt. We gaan klaarstaan. En we gaan proberen de grond te raken voorbij de bal. Als je nou bang bent dat je telefoon kapot gaat, kun je natuurlijk ook dit vervangen voor een handschoentje of een handdoekje. Om deze oefening nu makkelijker of moeilijker te maken, kun je variëren in de afstanden van voeten. Ik kan natuurlijk ook twee voeten de telefoon plaatsen of een handdoekje. Of ik zeg, ik plaats de bal of de telefoon wat dichter bij de bal om het moeilijker te maken. Succes!